Goedemiddag Turbo Topper Tijgers. Ik zat thuis te werken aan een artikel voor Beet. Het was een uurtje of 11:30. Ik keek uit het raam, ik zag het mooie weer. Ik denk ik wil godverdomme vissen. Dus ik heb snel de boot achter de huurbus gehangen, want mijn auto staat bij de garage. En ik ben naar Hellouw gereden om eigenlijk mijn thuiswater, de Waal, te gaan vissen. Het is inmiddels 12:30. Ik lig op de stek. Ik ga vandaag verticaal op de livescope. Als aas heb ik een samenraapsel gemaakt. De kop van een Quantum Pelagic Shad van 60 gram. En daarachter een Westin 20's in de kleur Headlight. Het water is redelijk helder, dus het leek me een leuke start om mee te beginnen. Dus we gaan even kijken of we visje kunnen vangen. Dus ga lekker met me mee en kijken of we het boven kunnen halen. Nou, het wilde met die headlight kleur niet helemaal lukken. Ik heb één gemiste aanbeet gehad. Verder vooral kijkers en weigeraars. Dus ik ga even van kleurtje wisselen. Ik ga dezelfde 20's eraan hangen. Maar dan in die bream kleur. Dus een mooi oranje buikje. Goede resultaten mee gehad. Dus kijken of ze die willen hebben. Moeten toch wat proberen. Ja, hebben. Toch weer een mooie visie. Tweede van vandaag. We gaan lekker verder. Hey, terug. Goeie vis, hè? Dit is toch wel het kleurtje wat het momenteel het beste doet. Dus nu vis nummer 4 op deze kleur. Werkt toch duidelijk beter dan de headlight variant. Ik ga hem snel terugzetten. En weer eentje. Het zijn allemaal geen monsters, maar het is toch even leuk sport. Zo op je vrije dag. Ja toch? Zo, we zijn weer lekker thuis. De boot staat weer in de schuur. Ik kreeg om 4 uur een appje van de garage dat mijn auto weer klaar was. Dus die kon ik ophalen, dus ik ben er snel afgegaan. Uiteindelijk 3,5 uur kunnen vissen, 5 snoekbaarsen gevangen. Dus het was geen verspilde tijd. Ik ben blij dat ik alsnog gegaan ben en niet achter die laptop ben blijven zitten.
Dus vrijdagmiddag mooi besteed. Als jullie dit een leuke video vonden, doe even een duimpje geven. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal, want dan krijg je nog veel meer te zien binnenkort. Ik wens jullie een goed weekend en ik zeg proost.